is hij 25 jaar lid. Ja. Ik heb hem, een half uur na zijn geboorte heb ik hem lid gemaakt. Ja, echt? Ja? Ja. Dit is wel uniek. Dat is nog nooit gebeurd. Nee. Nooit, bij DWS. Dat is uniek. Dus hij kan echt het oudste lid worden ooit? Ja, dat zou kunnen. Dat zou, ja, als hij 90 wordt. Ja. Is hij 90 jaar lid? Ja. Dan haal jij nooit. Of wel? Nee. Ja, kijk. Nou. Je moet een beetje mazzelen. En dat hij werd overdag geboren. Kijk, en dan kun je hem, dan kon ik hem opgeven. Ja. Als je 's nachts geboren was, ja, dan had er weer een dag tussen gezeten. Ja. Ik snap het. Volkers, die wou dat ook proberen, weet je wel, Volkers. Ja. Maar die kleine werd gewoon straks geboren, dus dat redde ik niet. Geweldig. Mooi hoor. Ja, en dan ben je ook nog heel lang vrijwilliger geweest. Elftal leider ook. Ook nog. Was dat, zes jaar. Was dat een succesvolle periode? Ja, toen begon het voetbal wel een beetje serieus te worden. Ja, dan was je met, even kijken, die trainer, die gaf... Die zat bij de sportacademie van de politie, hoe heet die? Jan Westerhof. Jan Westerhof, ja. Ja, daar heb ik mee gewerkt. Goede trainer. Als leider. Ja. Ik ben zes jaar leider geweest. Ja. En toen kwam Klaas Drost, Van Moorst. Ja. IJzermel. Oeh, dat was in die tijd. Ja. Oh, ja. Wat was DWS toen sterk. Toen leerden ze wat voetbal was. Ja, Steven van der Brink natuurlijk. Ja. Oude ja. Topscorer. Ja, wat een mooi team. Oh, nou, ja, dat moet leuk zijn geweest in die tijd, of nou, niet? Nou, dat was niet altijd even leuk. Nee? Nee. Ook wel boeien onderling. Want pas op, Van Moors, dat was een kei hoor, die. Ja. Klaas, die kon nog wel eens, die kon eens een beetje filmen. Ja? Ja, dan moest je natuurlijk ook geld komen, hè? Ja. Toen begon dat. Ja. Toen begon het, ja. Moest geld komen, dan moet je zien dat je het weer hier en daar vandaan houdt. Was toen in de tijd van Kees van Panhuis, toch? Of niet? Ja. Ja. Ja, klopt. Ja, maar toen was het ook wel weer een mooie tijd. Hoor. Ja. Jawel. Ja, Johan Cruijff was natuurlijk nog veel eerder. Hè. Die, ja, die heeft natuurlijk de weg geëffend voor al die voetballers wat geld betreft. Hè. Ja. Toen begon het gedonder, Gijs. Ja. En nu dan? Miljoenen, 100 miljoen voor Anthony. Ja, hè? Dat is toch gekke werk, of niet? Het is absurd. Echt absurd. Ja. Ja. En daarna eigenlijk vrijwilliger, hè? Ja, ik ook 21 jaar genomen. 21, hè? Ja, 21. Zo. En pas een jaar of twee, drie geleden gestopt, of niet, daarmee? Ja, ik geloof wel, hè? Ja, hè? Ja, ik geloof er nog wel eens voor. Ja? Ik ben nog wel eens even aan de gang. Ja, weet je. Ja, als er wat een last moet worden of zo, want je hebt niet veel mensen meer die elektrisch kunnen lassen. Hè? Ja, echt vakwerk, hè? Dus, dan help ik nog maar even. Ja, al dat vakwerk, vakmensen, daar kom je nu allemaal tekort, hè? Ja. Ik ben nu net verhuisd, ook naar een appartement. En ik ben zielsgelukkig met een hele goede elektricien, weet je wel? Ja. Want ik moet daar zelf niet aan beginnen, maar nee. Met al die dimmers tegenwoordig en zo. Ja. Hè? Ja. Moet je echt vak met maar jij gaat dan naar Veldbreek, of niet? Ja, daar woon ik nu al. Mooi, ja. Al een dag of 10. Ja. Oh. Ja, prachtig hoor. Met heel veel plezier. Ja. Ja, heel lekker. Ja. Ja, dat is een mooie omgeving daar hoor. Ja, prachtig. Net zoals dit, hè? Is ook een beetje. Ja. Het is een prachtig park, Veldbreek. Ja, ik heb er maanden aan gewerkt. Ja? Ja, ik heb... Als? Toen ik smet was. Hekken zetten, hekken eromheen. Ja? Goh, ik weet niet hoeveel meter van die hekken heb ik nog niet gezet. Oh ja, natuurlijk. Dat moest vroeger allemaal, allemaal achter de hekken. Dat is achter de hek. Ja. En nu loop ik daar zomaar los rond. Ja. Dan moet ik nog wel uitkijken dat ik niet opgepakt word. Ik weet niet hoe dat daar nog werkt, dat ik zo niet weet. Nou, er zijn wel paviljoens waar een best hek omheen zit hoor. We hebben laatst rondgelopen. En toen stonden we verbaasd hoe groot dat terrein was. Ja. Prachtig. Ja. Ja, echt mooi. Nee, ik kan het begrijpen dat je het allemaal naar je zin hebt. Wie had er toch ook een wonder nog? Jan Bos? Ja, dat is Jan Bos. Ja? Ja.
Ja, gewoon Jan Bos. Of ik geloof niet dat de nou nog woont. Die zat er ook in een appartement gewoon. Ja. We wonen toch wel mooi, Gijs, hè? Ja, ja, ja. Ja. Die natuur. Ja, hier is weinig te merken van stikstof, toch? Nee, ik weet ook niet hoe dat allemaal gaat. Ja. Je rekent hier in de hele omgeving, spoelt neem alles maar. Man, er woont geen ene boer meer met koeien en varkens. Nee, hè? Dat is al jaren niet meer. Nee. Een hoop geneuzel, ik weet het niet hoor. Nou, wij weten hoeveel rotsen hier in de grond zat. Hier rij je. Kijk. Hier. Ja. Nou, wat een manoeuvre, zag je dat? Ja, ja. Geeft opeens gas. Ja. Staat hij stil op een rotonde? Nou ja, doe maar. Je maakt rare dingen mee. Ja, nou ja. Maar je hebt mooie tijden meegemaakt als vrijwilliger. Ja, maandagmorgen ja, club natuurlijk en zo, weet je wel. Ja, weet je wat is hier? Ja, ze zeggen allemaal eens tegen sla je nog spijkers, kromme spijkers recht. Ja. Kijk, ja, er was toen niks. Er was geen geld, er was niks. Je moest alles improviseren, je moest alles maken. Ja. Dat was heel gewoon. Ja. Kijk, op het ogenblik, ja, dan halen ze het nieuw. Ja, dat is allemaal wat makkelijker. Ja. Maar dat was in mijn tijd niet. Ja. Ja. Elk weekend, na het weekend, smal is gewoon weer repareren. Dan was dit kapot, dat kapot. Ja. Dan haalde hij weer bezig. Ja. En dan kwamen er waarachtig ook nog, kwam ik ook nog met een groep leerlingen aan. Ja, dat geeft waarvan mee. Jij zo dacht van jongen. hou die kinderen toch een beetje in de gaten, man. Weet je wel? Nou, ik heb met de meeste leraren, dat kon ik allemaal wel met jou ook. Jawel. Ik bedoel, Jovelij wat, weet je wel, dat we ja. samen. Ja. Zijn nou jongens, daar of daar of daar. Ja, prima. Nou, was er één, die was een beetje anders. Ja, Schuurkamp. Johan. Oh, ja, super. Ja, Frits Prins natuurlijk. Hè. Frits, die ken je natuurlijk ook wel van DVS nog. Ja, ja. Was een talent, maar kwam er nooit uit. Nee, echt. Nee, hè? Nee. Zo had je ook nog ene Willem Kampers. Dat vond ik ook zo'n enorm talent. Hè? Ja, ja. Die was technisch zo goed. Ja, maar Gijs. Zo had je er meer. Neem Gerrit Doppenberg. Zo had je er meer van die jongens. Ja, ja. En Wim Wenink, daar heb je ook nog mee gevoetbald, of niet? Wie? Wim Wenink? Jan Wenink? Ja, ja. Waren ook technicus? Jawel, jawel. En hij bijvoorbeeld Jan Bonus erop. Als een jongen dat serieus aangepakt had, die had naar betaalde voetballen kunnen. Maar dat interesseerde hem niet. Nee. Dat interesseerde. Hij vond het gezellig, een balletje trappen. Ja. En dan een mannetje uitspelen, als komt tussen zijn benen door, weet je wel, zulke dingen. Ja. Nou, Gerd Opberg was ook zo'n voetballer. Oh, heerlijk. Daar heb ik mee gevoetbald, daar heb ik mee in de A-junioren gezeten. Oh. God, man, heerlijk, wat een technicus. Maar, als je Petters Nieuwenhuis had, die had, als hij nu de leeftijd van 17, 18 jaar, had hij een betaalde voetballer. Ja. Ja, die legde er zo 40, 50 in, in een seizoen. Jeetje. Ja. Mooi hoor. Ja. Ja, die ging vocht versterken. Ja, dat was allemaal tegen het CRP. En Jan Dooijewaard had je natuurlijk ook. Hè? Die is ook naar VVO gegaan. Jan was ook een goede voetballer hoor. Ja, volgens zondag. Ja. Ja, ik ben toen vaak naar volgens zondag geweest. Voor zijn werk, hè? Die zat met zijn werk natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja, dat was het. Onze melk. Te begrijpen. Hè? Ja. Ja. Nou, hij was ook wel een goede voetballer hoor. Jawel. Ja. Dat was in de tijd van Hans Vos. Die was niet Hans de snelste, maar... Ja. Volgens zondag. Ja. Hij was niet de snelste, nee. Maar technisch was hij technisch goed. En ook positioneel, hè? Ja. Nee, hij was wel een goede voetballer. Ja. Ja, zeker. We hebben wel een knappe spelers gehad. Ja, zeker wel. Ja. Mooi. Ja, ik denk zelfs wel net zo goed als wat er nu wel loopt. Jawel. Heb je nog een leuk verhaal, Gijs, voordat ik je weer afzet? Waarvan je denkt, nou, dat moet de mensheid moet dat een keertje horen. Wat je allemaal hebt meegemaakt. Dat heb ik je eindelijk al verteld, met Mike. Ja? Dus dat hij met die 25 jaar. Ja, die. Kijk, ik kan wel verhalen gaan vertellen, maar er zit niemand aan verlegen, denk ik. Ja.
Ja, maar van vroeger, weet je wel, die velden waar je op moest voetballen en... Ja, dat waren natuurlijk knollen. Wat jij ook had ja. meegemaakt, je moest op een gegeven moment achter een bal aan en door prikstruiken. Oh, heen. Ja. Met die politieagent, of niet? Met die bosman. Ja. Hoe zou ik zo'n hekelen? Ja. Nou, ik was 18 jaar en dan ging die bal eruit op die hamster. Ja. Ja, hij prikkeldraad door, dus noem alles maar op. En dan zei die jongetje, haal die bal eens even op. Nou, ik speel ook het eerste en uiteindelijk. Ja. 18. En er was een elftal genoot van je? Ja. Haal die bal eens op. En dan het ergste was, ik mocht hem niet ingooien, dat deed jij. Ja. Ja, ik was zo blij dat hij naar putten ging. Moest jij door die prikstruiken heen, bal op. Ja. Hier meneer Bosman, alsjeblieft, je mag gaan ingooien. Ja. Jongen. Is toch wat? Ik weet ook niet of hij nog leeft. Die. Ik weet het niet. Nee. Maar Kees Sterk, heb ik ook nog meegevoegd. Kees, ja. Kees. Ook een technicus. Ja. Die kon machtig koppen, hè. Ja. Die had zo'n mooie stijl. En Wilschep. Die houding. Ja. Ik zie dat nog zo voor me. Prachtig. Ja. Ja. Mooie tijd. Ja. Echt mooie tijden, ja. Maar ik kwam in Ermelo en ik ging eigenlijk naar de muziek, hè. Ja. Heb ik hier nog even gezeten in Ermelo. Bij de muziek, ja. Oh. En ik was ook gek van voetballen. Dus ik heb, gekozen voor voetballen. Ja. Maar achteraf denk ik, ik had... Ik ben in muziek moeten blijven en hij met je 80, 90 dus hij nog kunnen spelen. Ja, wat speelde je? Een klarinet had ik. Klarinet? Ja, ik ben er maar kort op geweest hoor. Ja. Dat bij Wildeman, daar moest je dan wezen. Ja, Excelsior. Ja, maar ik moest... Knoppert, mijn schoonvader, die zat daar ook, weet je? Saxofoon. Ja, weet ik. Ja. Ach nee, maar ik moest op woensdagavond moest ik trainen en op woensdagavond had hij die repetitie. Ja. Dus ja, toen heb ik weer gekozen voor het voetballen. Ja, doe maar. Ja, ik snap dat. Ik snap dat wel. Het is ook een donders leuk spelletje. Ja. En het blijft leuk. Ja, ik vind van wel. En hopelijk vanmiddag ook. Ja, stel je voor dat we de punten weer meenemen. Weer pakken. Oké, we moeten een serietje neerzetten nu, hè? Ja, je moet een wedstrijdje of 6-7 winnen. Ja, precies. En dan doe je weer. Kijk, je hebt materiaal ervoor. Ja, je hebt materiaal ervoor. We zijn in de breedte sterker geworden, hoor. Ja. Zo'n Las Hubert, weet je wel, die van Apeldoorn overgekomen is. Nummer 12, kleine jongen. Ja, hij maakte het winnende doelpunt. Ja. Ik moet eerst een half jaar studeren wie het is. Ja, dat snap ik. Die man die hebben namen, jongens. Moet je nagaan wat voor moeilijke taak ik heb als DVS TV, hè? Moet al die namen, maar en ook van de tegenstanders. Ja. Ja. Want je hebt gewoon een Hollandse naam, hij is wat niet meer. Nee. Kijk, hij die aan de gemeente werkt, die donkere jongen, die man. Liban. Ja. Kijk, die zijn zoons, die ene heet Henk, geloof ik. Ja. Die hebben gewoon een Hollandse naam. Ja. Dat maak je met de rest toch niet mee? Nee. Dan kun je zo wat niet uitspreken. Nee, precies, ja. Dat klopt, ja. Tja. Ja. En de nieuwste speler die we hebben, dat is Salasiwa. En iedereen zegt van Soleimani Salasiwa, Gaston. En hij heeft een Nederlandse naam, Gaston. Ja, een beetje Belgische naam eigenlijk, Gaston. Maar eerder was het allemaal Jan en Henk en noem maar op. Ja. En Piet. En Klaas. Schenk. En Piet, Piet, ja, bijvoorbeeld. Nee, dat is er niet meer mee. Oké. Nou Gijs, het was mij zeer aangenaam. Oh. Half uur is alweer voorbij. Ja, dat gaat vlug. Ja, prima. Hartstikke goed. Ja, goed. Veel plezier vanmiddag. Ja. Kan je even helpen. Ik ga naar Jan Vlis vanmiddag en dan... Juist. Dan gaan we samen naar de baan. Nou, wie weet zit Jan hier ook nog een keer naast. Wie weet zit Jan hier ook nog een keer. Ja, dat zou kunnen. Dan heb je een interessant figuur. Ja, maar dat ben jij ook hoor. Ja. Ik heb genoten. Goed. Doeg. Bedankt, hè. Yo. Doei. Geweldig. Gijs Hunestein. Mooie verhalen. Genieten. Was het weer.